10 manieren om Mick's diamanten te stelen. Manier 1. Als een baby. Ik heb een babypak aan. Nou ja, pak. Ik heb gewoon een luier aan. Maar natuurlijk lijk ik zo niet op een baby. Ik ben veel te groot. Daarom heb ik hier dit kleine telefoontje in mijn hand. En hiermee kan ik mezelf laten krimpen tot een echte babygrootte. Wow, ik ben nu zo klein. Ik ben net zo groot als het gras. Ik ga bij Mick aanbellen. Dit wordt mijn manier om zo in zijn huis binnen te komen. Als ik namelijk eenmaal binnen ben weten te komen, dan kan ik kijken waar Mick al zijn diamanten verstopt. En zeg nou eerlijk, wie laat een verdwaalde baby nou niet binnen? Misschien ben ik wel moe en wil ik slapen. Mick's huis, hier moet het zijn. Hallo, is er iemand? Hallo, is er iemand? Kan iemand de deur open doen? Rustig aan, jeetje. Je belt aan als een baby. Oh, wacht, je bent een baby. Ik ben een baby. Ik heb honger. Ik heb honger? Oké, nou, ik heb toevallig nog wel wat koekjes. Mag ik binnenkomen? Het is koud. Oh ja, tuurlijk. Kom binnen. Je kan wel goed praten voor een baby, hoor. Kan je op die stoel zitten of moet ik je helpen? Iemand tillen, ik bedoel... Au! Ik weet niet hoe ik het anders moest doen, sorry. Zo, ga je nu al slapen? Ik heb ook een bed voor je, als je dat fijner vindt. Ik ben moe. Oké, dan laat ik je hier wel slapen. Waar kan ik slapen? Koekjes, koekjes! Hier, maar vol de koekjes maar. Lekker! Zo, hier, ga hier maar slapen. Hier heb ik een slaapkamer. Oké, wat is dit? Dit is, voor grote mensen. Oké, doei! Doei, wat rusten. Ja, ik ga maar snel even iemand bellen, want ja... Ik wil even je ouders vinden, hoor. Oké, dit is perfect. We zijn binnen in Mick's huis en ik heb koekjes! En wacht, dat is niet waarvoor we kwamen. Oh, eens even. Maar waar we wel voor kwamen, dat is wat hier ligt. Er ligt hier letterlijk op Mick's bed een diamant. Deze nemen we sowieso mee. Het is gelukt om de eerste diamant te stelen, maar ik ben nog maar één ding benieuwd. Deze kluis. Hoe ga ik hier ooit binnenkomen? Meneer. Ja. Noem me maar Mick, hoor. Mick, meneer. Nee, ik ben geen meneer. Doei. Weet je zeker? Moet je niet... Weet je de weg wel? Ja, daarheen. Wacht. Ik bedoel, dat zegt de baby, doei. Nee, wel wat meer koekjes nodig. Oh, koekjes, dat wil ik. Voor onderweg, hier, alsjeblieft. Dankjewel, oké, doei. Fijne reis, baby. Wat zegt een baby als baby's niet kunnen praten? Ik snap er echt helemaal niks van. Maar het is gewerkt, we hebben de eerste diamant. En eigenlijk, boem, ben ik gewoon Alex. Dit was echt het raarste wat me ooit is overkomen. Een baby die opeens bij je aanbelt. In ieder geval, ik ben er zelf ook goed moe van geworden. Ik ga ook maar slapen. Wacht, had ik hier niet een diamond op mijn bed liggen? Heeft een baby een diamond van mij gestolen? Wat is dit? Weet je, omdat het een baby is, maakt het me niet zoveel uit. Maar ja, ik heb toch nog meer dan genoeg diamonds. Dat kan je wel zien aan die kluis. Oké, weet je, het maakt me niet zoveel uit. Omdat het een baby is, hij mag hem hebben. Ik denk dat ik even die diamond die gestolen is, terughalen. Of ja, terughalen. Ik heb zeg maar nog een geheime kluis ergens. Namelijk onder water. En kijk eens aan, Waar duikt hij nou? Dan hebben we hier echt het water in. Chest. Kijk, daar is die. Mick heeft daar een geheim onder water. We moeten wachten tot hij er weg is. Dan kunnen wij kijken wat er is. Oh, daar gaat hij. Hij loopt weg. Eindelijk. Dit is mijn moment om beneden te kijken. Bommetje! Wat is er hier allemaal? Oh, eens even. Is dit het geheim waar Mick het over had? Het is een... mega kluisdeur. Hoe krijg je deze deur ooit open als het onder water is? Oh, ik begin ook honger te krijgen. Trek in meer koekjes. Oh, eens even. Ik heb een pickaxe. Kan ik hiermee niet deze deur openbreken? Dit gaat zo lang duren. Puur omdat ik onder water aan het hakken ben. Dat water houdt mijn pickaxe tegen om te hakken. Maar ik moet en zal weten wat hierin zit. Zou dit manier 2 zijn? Diamanten stelen onder water? Het is bijna zover. De deur is bijna kapot. Ik kan hem elk moment zien breken. De pickaxe moet het nu echt niet gaan opgeven. Oh ja! Het is gelukt. En er ligt alleen maar dirt. Oh, eens even. Hier ligt een diamant. En daar ligt een diamant. Ik heb er 2 weten te stelen. Dit is geweldig. Manier 3. Mixen diamanten uit zijn mijn stelen. Er moet wel een manier zijn hoe Mick aan al zijn diamanten komt. Hij heeft er zoveel verspreid door zijn huis. Ik ga gewoon wachten tot hij naar buiten komt. En dat hij gaat minen. Ik ben de afgelopen tijd echt zoveel diamonds kwijtgeraakt. Ik ging dus net nog even kijken in die onderwaterkluis. En daar zijn ook de diamonds opeens uit. Ik weet niet hoe die baby het allemaal doet. Maar die baby die is echt... ja, die steelt gewoon mijn diamonds. Dus ik ga eens even wat nieuwe diamonds diamonds minen. En ik heb hier... die mijn waar Mick het over heeft? Is dat hieronder al die tijd gewoon? En ik heb hier een prachtige mine. Dan. Oh, kijk, het stikt hier van de diamonds. Maar die gaan we natuurlijk niet pakken. We gaan hier naar beneden. Hij gaat hier gewoon lang. Oh, wow, wow. Mick heeft echt een mega mine hier zo. Waarom zou hij deze diamonds ooit laten liggen? Dit is perfect. Hij is daar zo aan het minen. Dat betekent dat ik deze diamanten lekker voor mezelf. Wat? Wacht, wat hoor ik daar nou weer? Is iemand die... Oh, iemand is erin getrapt volgens mij. Oh, er is echt iemand die mijn diamonds aan het stelen is. Ik heb hem goed teruggepakt, denk ik nu. Ik ben zo boos. Dit deed hij sowieso met opzet. Ik moet iets doen wat Mick haat. En ik weet wat het is. Mick houdt namelijk er niet zo erg van om naar school te gaan. Ik heb hier een boekje bij me. En wij gaan hem hierin vertellen dat hij terug naar school moet vandaag om na te blijven. Beste Mick. Je moet nablijven op school. En dan moeten we er nog een reden bij verzinnen eigenlijk. Dat moet altijd wel. Reden bananenschil gegooid op een schildpad, denk ik. Zou Mick dat doen, een bananenschil gooien op een schildpad? Ik denk het niet, maar groetjes de meester. Deze gaan we nu bij Mick door de brievenbus gooien. Oh, wacht eens even, hij staat daar. Mick, Mick! Ja, wat is er, Alex? Ik moest het briefje afleveren van school. Ze zeiden dat het dringend was. Oh. Oké dan. Nou, dat vind ik heel lief van je, Alex. Alsjeblieft, doei. Ik heb trouwens wat diamonds gevonden. Oh, wat? Ja, echt super ziek in die mine van mij. Maar weet je wat er ook gebeurde? Nou? Nou, iemand is dus erin getrapt. Ik had daar ook nep diamonds geplaatst. En ik weet nog steeds niet wie het is. Maar er is dus iemand in deze server die diamonds steelt. Dus hou je ogen open. Dat is het enige wat ik zeg. Ik zal goed in de gaten houden, Mick. Maar doei. Dankjewel voor de brieven. Dank je, Alex. Oké, laten we eens gaan kijken. Beste Mick, je moet nablijven op school. Huh, wat? Reden bananenschil gegooid op een schildpad. Groetjes de meester. Ik heb dit helemaal niet gedaan. Oké, ik ga gelijk naar school toe, want dit is onterecht. Ik ga gelijk kijken of de meester niet op zijn hoofd is gevallen, want ik heb dit helemaal niet gedaan. Dit is opa Alex. Een wijze man die voor de klas staat en vandaag dus ook meester is. Ik hoop dat het me gaat lukken. En ik hoop dat Mick me niet door gaat hebben. Oeh, ik zie hem al aankomen. Ik bedoel... Ik zie die jongen al aankomen. Meester! Meester! Klap, klap! Mick, kom binnen. Je bent veel te laat voor school vandaag. School vandaag? Het is vandaag helemaal geen school. Ik moet nablijven blijkbaar. Ja, en daar ben je veel te laat voor. Weet je wel niet wat het allemaal kost, mijn tijd? Nou, ja, sorry meneer. Ik heb heel veel respect voor u, maar deze brief klopt niet. Ik heb niet een bananenschil op een schildpad gegooid. Mick, de juffrouw had het gezegd dat ik dat moest opschrijven. Neem maar even plaats. Maar dit is onterecht. Kan ik jullie omkopen? Hier, met een diamond. Nou ja, misschien wel voor 2 diamonds. Oké, 2 diamonds dan. Mag ik dan weer gaan? Want ik en een koekje. Helemaal... En een koekje heb ik niet bij me. Oh, ga dan maar even zitten. Dan moet je dit rekenpuzzeltje even oplossen. Oh jee. Hier heb ik een boek voor je. Oké, dit is het boek die ik je heb gegeven. Oh, geef die maar even. Dat was het dit boek die ik bedoelde. Oké. Eventjes kijken. Er staat niks in dit boek. Dat is omdat we dat gaan schrijven, Mick. Dat hoort bij nablijven. Oké. Ik dacht dat er een rekenvraag in stond, maar ik had het verkeerd gegeven. Wat is een vraag wat de meester zou stellen? 1 + 1! Ik bedoel, 1 + 1! Dat was heel erg raar. Even kijken. Moet ik het dan opschrijven? Ja, Mick. Schrijf het maar even op. Ik ga er even bij zitten in de tussentijd. Dus 1 is 2. Dat is niet waar, Mick. Wat? Het raampje dan? Wat? Ja! Ik bedoel, ja! In mijn tijd was dat altijd een raampje. Oké, dan schrijf ik dat snel op. Even gummen, zo, raar. Oké, Mick, dat is helemaal goed. Je mag naar huis. Wat was het? Mag ik mijn diamonds trouwens terug? Want ik heb nu wel les gehad. Lopen! Lopen, Mick, die diamanten zijn voor mij. Waarom zijn die nou opeens voor jou? Oei, het heeft gewerkt, het heeft gewerkt. Mijn kostuum heeft gewerkt. Dit was echt zo enorm raar. Ik besef me nu trouwens dat ik die meester nog nooit gezien heb. Terwijl ik hier al heel lang naar school ga. Ik heb mijn eigen outfit weer. Hoi, Mick. Ga jij hier ook naar school, Alex? Ja, denk ik. Heb je die nieuwe meester gezien? Moet je eens kijken, hij is wel super aardig. Die nieuwe meester, Mick. Ik heb gehoord dat hij op de wc zit. Hij is even druk bezig. Oh, meester! Ik denk dat hij op de vrouwenwc zit. Dat doen meesters, hè. Niet daar naar binnen gaan. Kom, we moeten gaan, Mick. Oké, laten we gaan. Het is ook een beetje raar om te storen op de toilet. Mick, ben je thuis? Hallo? Ja, ik ben zeker weten thuis. Hey, Mick, wat doe jij vanavond? Nou ja, ik was eigenlijk gewoon... Mijn idee was eigenlijk om gewoon de hele dag thuis te blijven. Want mensen stelen mijn diamonds en dat vind ik niet leuk. Dus ik wou mijn huis beveiligen. Maar Mick, je weet waar het tijd voor is. Het is namelijk namelijk tijd voor manier 5. Een neppe moppenshow. Ik bedoel, een echte moppenshow. Een echte... Nou ja, als jij een moppenshow geeft, dan is het waarschijnlijk een neppe moppenshow. Doe je met me mee? Jij bent echt niet grappig, Alex. Dat wordt echt een neppe moppenshow, ja. Dat is zo gemeen om te zeggen. Ik geef mijn eigen moppenshow en er komen allemaal mensen vandaag naartoe. Oké, nou ja, ik ga wel mee. Ik denk dat het al hilarisch wordt als je niet grappig bent. Kom maar mee, de boot staat hier klaar. Je mag met mij meevaren, oké? Ik heb zo lang voorbereid op deze show vandaag. Echt? Is dit een hele Alex-show of zo dan? Jup, wist je dit nog niet? Ik dacht dat je het wel voorbij had zien komen aan de flyers ergens. Flyers? Je hebt helemaal geen flyers bij mij gegeven, hoor. Oh, sorry, vergeten. Maar ik vind het toch leuk dat je mee bent. Welkom bij de show, Mick. Oeh, hallo mensen. Maar Mick, voordat je mag zitten, je moet wel een kaartje kopen. Kaartje? Ik zie daar zo'n mooie gele stoel. Ik wil daar gewoon zitten. Die gele stoel is wel duur. Het is een soort privéstoel, namelijk. Oh, dat vind ik eigenlijk wel heel vet. Hij is 3 diamonds. 3? Je kan ook op een normale stoel zitten voor maar 1 diamant. Maar ja, als je zo'n grote stoel wil, weet je wel niet hoeveel plek dat in beslag neemt. Ja, dat is wel waar. Dan ben ik dus echt de VIP natuurlijk. Ja, best wel. En iedereen die zal naar je opkijken die hier staat, denk ik. Oh, ja, dat wil ik. Hier, alsjeblieft. Dankjewel, Mick. Dit is perfect. Oh, kijk eens aan. Ik voel me echt een koning. Dat snap ik. Iedereen kijkt Joke aan. Oh, hallo jongens. Hallo. Jullie moeten naar Alex kijken hoor, niet naar mij. Ik moet me helemaal nog voorbereiden op de slechte moppenshow. Ik weet helemaal geen moppen. Misschien dat ik een paar op mijn hand kan schrijven. Hallo, kom je nog? Dit duurt echt lang. Ai. Dames en heren, jongens en meisjes. Zijn jullie klaar voor de moppenshow? Dank u wel. Och, ik heb er zoveel zin in. Hallo iedereen. Waarom kijkt iedereen naar Mick? Ik geef wel een applausje. Alex, woehoe! Dankjewel. Oh, ik hoop dat jullie allemaal hier goed naartoe zijn gekomen. Ja, Alex, kijk naar mij, want ik ben natuurlijk de VIP. Dat is ook zeker waar. Maar weet je wie er niet is gekomen? Nou, zeg het eens. Een skelet. Weet je waarom niet? Nou, ik ben benieuwd. Hij kreeg de deur niet open met zijn sleutelbeen. Snap je nou omdat dat een bot is in het skelet? En het was een skelet? Ja, ik snap hem. Oké, ga maar verder. Wat zegt een vis als die het antwoord al weet? Visstick! Visstick? Ja! Oké, die vind ik wel leuk. Zo, ik moest even nadenken. Oh, dat lijkt bij de rest niet, Alex. Hoe vraagt een robot iets beleefd? Geen idee. Alsjeblieft, blieft. Vind je niet leuk? Weet je... Lig je nou letterlijk te slapen? Oké, weet je wat? De moppenshow is over. Ik heb mijn diamanten toch al gekregen voor vandaag. Doei Mick, doei jongens. Het was toch niet bedoeld als een goede moppenshow. Anders had ik veel meer diamanten kunnen vragen, denk ik zo. Maar ik denk dat we nu wel het optimale eruit hebben kunnen halen. Alex! Jeetje, hij is ook gelijk weggegaan. Het kan echt niet hoor. Oh, ik moet wel zeggen, ik ben gewoon slaperig geworden van die show. Het was zo slecht dat je letterlijk in slaap viel. Ik ben er nog steeds moe van. Ik ga lekker naar bed. Zo, welterusten. Dit is mijn moment. Mijn moment om binnen te komen bij Mick. Ik moet inzien te breken. Ligt hij daar nou letterlijk te slapen? Dit is top. Wat ik hier namelijk bij me heb, is een echt pistool in Minecraft. Hiermee kunnen we sowieso het huis overvallen. En, oh, eens even. Staat er nou een beveiliger? Maar het lijkt wel alsof daar nog een kluis staat. Er staat 2 beveiligers en een diamant. Dit is perfect. Hiermee kunnen we die stelen. Oh nee, maar Mick die slaapt daar en hij mag me echt niet doorhebben. Ik moet snel die deur dicht weten te doen zonder dat hij me doorheeft. En ik moet ook echt een keer de sleutels zien te vinden van deze kluis. Dat het me vandaag nog gaat lukken. Het is dat hij me niet ziet. Hij ligt daar gewoon te slapen. Snel de deur dicht. Oké, daar gaan we dan. Hoe kom ik op de bovenste etage? Oké, dat is een stuk makkelijker dan verwacht. Ik kan hier gewoon naar boven klimmen. Dit is top. En hier... Oh, nee. Lijkt erop dat de beveiligers me al zien. De beveiligers staan hier boven. Het spijt me! Huh, wat hoor ik daar nou weer? Wacht, ik ga gelijk even kijken. Oh, het werkt! Ik kan de diamond stelen. Jij moet met mij mee. En hallo, is daar iemand? Oh, nee. Hallo? Hallo? Is daar iemand? Oh nee! Beveiligers! Huh? Wacht, wie was dat? Hè? Nee, mijn diamonds. Hij is weg. Hier zat een diamond in. Nee! Wie heeft dit gedaan? Hallo? Ik moet dit pistool verstoppen. Niemand mag weten dat ik dit gedaan heb. Ik leg hem daar neer. Maar wat is er met deze diamond? Waarom is die anders dan de andere diamonds? Code 123. Dit is letterlijk de code, maar zou dat dan die code zijn van die kluis die ernaast stond? Dat is wat ze aan het beveiligen waren. Ik moet er nog een keer binnen zien te komen. Meneer 7, inbreken met de code. Mick is sowieso wakker. Ik hoorde hem letterlijk, maar hoe kom ik ooit daar nog boven? Daar staat hij. Hallo, waar is diegene die de diamond heeft gestolen? Die is belangrijk. moeten herslopen. En... oh nee, hij komt terug, hij komt terug, hij komt terug. Hij komt terug. Hallo? Hallo? Oké, ik ga achter mijn huis kijken. Hij gaat achter zijn huis kijken, dat is perfect. Ik leg de heg wel weer terug. Ik moet snel hierboven zien te komen. Als ik met deze code binnen kan komen in die kluis, dan weet ik misschien wel nog veel meer diamanten te stelen. De code was 1, Alex, 2... was jij het? Is dat Mick? Ik hoor hem. Hij loopt daar buiten. Oh, wacht eens even. Dit code werkt! Hoorde ik daar een deur open gaan? Wat was dit? Wat is het? Er liggen hier zoveel diamanten. Dit is de goudmijn. Oh nee. Wacht eens even. Hij komt naar boven. Ik moet me verstoppen. Verstop je in de kluis. Verstop je in de kluis. Hallo. Oké, de kluis ziet er nog dicht uit. Het staat hier letterlijk voor. Oké, ik ga weer gelijk naar buiten. Oké, hij is weg. Dit is mijn moment om de deur open te doen. En snel weg te rennen. Weg hier! Is er iemand? Ik heb alle diamonds. Ik heb letterlijk overal gezocht. Onder elk bosje. Door het gras heb ik gerend. Ik ben eigenlijk echt super smerig daarvan geworden. En ik heb ook nog eens niemand gevonden. Dus ik ga even lekker douchen hier. Zo, hoppakee. Ik heb hier een mooie douche. En mijn bad zit ook al vol. Dus dat is super fijn. Zo, hoppakee. Dit is wel even lekker. Heeft Mick nou de deur op slot gedaan? Op deze manier kan ik nooit meer binnenkomen. Ik moet meer diamonds zien te stelen. Manier nummer 8. Stelen uit de keuken. Dit is een plek waar niemand verwacht dat je diamonds verstopt. Tenzij je het zo letterlijk neerlegt. Oké, dat is makkelijker dan verwacht. Maar waar kunnen nog meer diamonds liggen? Misschien in de kastjes hier? Of daar? Of... heeft Mick nou letterlijk in de magnetron een diamant verstopt? Goed, perfect. Die neem ik ook mee. Hoor ik nou... een douche aanstaan? Betekent dat we gelijk door moeten naar manier 9. Inbreken, terwijl Mick aan het douchen is. Hij zit hier zo binnen. Oh, ik vind douchen zo relaxend, jongens. Ik hou van douchen. Oh, hij mag me echt niet zien. Oké, waarom ligt hier ook allemaal tandpasta op de grond? Douchen, waar kan het liggen? Hier liggen alleen maar touwen. Oh nee. Wat ga je nou weer doen? Is dat wel zo handig? Het is perfect. Wat ga je nou weer doen? Is dat wel zo handig? Deze deur moet dicht. We zijn uit de badkamer. En nu sta ik hier in mijn eentje voor deze mega kluis. Betekent dat dan dat het tijd is voor manier 10? Inbreken in de grootste kluis ooit. Als we deze deur open doen, gaat sowieso het alarm af door het hele huis. Ik ben wel weer klaar met douchen, hoor. Verstop in de badkamer, in de wc. Ik denk dat ik naar bed ga. Dat doe ik eigenlijk altijd na het douchen. Weet je, dan ben je toch wel moe. Oh, hij moet niet naar de wc, gelukkig maar. Welterust iedereen. Hij ligt letterlijk naar te slapen. Dit is mijn moment. We gaan hem openen in 3, 2, 1. Daar gaan we dan. Wow, oké, het alarm gaat af. Snel de diamonds pakken en je kan pakken. Wie is dat? Alex, ik wist het dat jij... oh nee! Ik ben weg hier, doei! Nee, hey, wegwezen hier. Geef mijn diamonds terug, Alex! Alle diamonds van Mick, dat is toch leuk! Kijk ook hoe ik alle diamonds van Giel heb gestolen door hier te klikken. Doe het snel, want dan zie ik je daar weer.